de Promotion Support Club van FC Zutphen, Brandoil Tankstations en Hilarius Creatieve Producties, supporters van FC Zutphen Internet TV. Nou, we hebben hier Battle ter Avest voor ons. Zeker geen onbekende natuurlijk in de voetballerij. Battle, gefeliciteerd met de overwinning. Ik denk dat, zeker op basis van de tweede helft, denk ik zeker een verdiende overwinning. Bomboys gepromoveerd hè, vanuit de derde klas. Ja. Ik weet niet, kun je misschien iets vertellen over jullie ploeg? Zelf, hoe lang je zelf trainer bent bij Bomboys en wat een beetje jullie doelstelling is als club? Nou, het is voor mij het tweede jaar nu. Dus ik ben vorig jaar begonnen bij de Bomboys. Hele jonge groep, eigenlijk een beetje een vriendengroep trof ik aan. Met heel veel drive. Dat heeft vorig jaar geresulteerd in kampioenschap. We proberen dit seizoen, tweede klasse is voor ons nieuw. Dus we gaan wel zien waar we thuis horen, zeg maar, in het rijtje. Alleen, in eerste instantie is handhaving ons doel natuurlijk. We weten nog niet precies waar we staan met deze groep. Het is een jonge groep. Ik denk dat wij in ieder geval hebben kunnen zien vanmiddag dat er toch nodige talent rondloopt. En ook individueel een paar sterke spelers. Volgens mij, wat ik even gauw zag, had je hem niet eens in de basis staan, maar die viel me wel op, die nummer 9. Ja. Vanuit de linkerkant. Ook een speler vanuit de club zelf? Ja, dat is een jongen van de club ook. En die heeft vorig jaar ook, is gewoon een spits. Die heeft ook veel gespeeld. We hebben nu ook een andere jongen bij, een Turkse jongen erbij, die Typhoon. Dus ja, voor ons is het ook nog voorbereiding. Dus we laten iedereen nog wel zijn minuten maken. Maar dat hij talentvol is duidelijk. Hij viel, om zijn zachtste zetten, vrij goed in. Met twee doelpunten en hij beslist eigenlijk de wedstrijd. Dus dat is leuk voor hem. Maar het is vooral een gezamenlijke prestatie. Zo hebben we vorig jaar, hij wordt kampioenschap ook binnengehaald. Met veel punten voorsprong. En dat kwam altijd door de mensen in het veld die gezamenlijk die overwinning over de streep trokken. Ja. Nou, verder de wedstrijd. Het was een beetje een wedstrijd die eigenlijk in eerste instantie leek Zutphen de wat betere partijen. Begon wat beter aan de wedstrijd. Uiteindelijk namen jullie het heft in handen. En daarbij werd het fysieke ook niet geschuwd. Er werd toch wel vrij mannelijk gespeeld. Mag ook natuurlijk. Maar dat is ook wel een kenmerk van de ploeg? Ik denk dat er heel erg bij hoort ook. En met de combinatie van willen voetballen. Maar ook de bal willen veroveren. Dat is, in mijn optiek is dat een van de belangrijkste dingen. Zo snel mogelijk weer de bal willen hebben. En als je dat bij de jongens erin krijgt. En dan gaat het soms gepaard met agressiviteit. En dan moet een goede agressiviteit zijn. En ik denk 9 van de 10 keer hebben wij ballen veroverd. Op de helft van de tegenstander. En dat willen wij graag. Kijk, op dit niveau hoop je dat je dat een paar keer kunt doen in een wedstrijd. En vandaag lukte dat vrij aardig. Soms is de afstemming niet helemaal goed. En dan ga je misschien net iets, niet eroverheen. Maar dan maak je een overtreding. Maar ik denk dat Zutphen daar ook in meeging. Ik denk niet dat er gemeen en vies gespeeld werd. Maar het werd mannelijk gespeeld. Dat moet ook, denk ik. Nee, dat was zeker mannelijk gespeeld, ook van beide kanten, dus dat was ook prima. Ik begreep, jullie komen natuurlijk uit Haaksbergen. Natuurlijk een andere grote amateurclub daar, HC 21. En ik begreep dat jullie daar ook een samenwerking mee hebben. Klopt dat? Die samenwerking is nog niet heel erg op gang, zeg maar. Daar willen we, tenminste, dus een aantal mensen willen daar wel graag naartoe. En dat zal ook alleen maar goed zijn, denk ik, voor het talent in de regio ook. H7 speelt natuurlijk met hun jeugd vrij hoog en daar vallen ook wel jongens af. En die zouden bij ons heel goed kunnen, alleen ja, die samenwerking dat is nog niet optimaal, zeg maar. Dus daar moeten we moeten beide clubs nog wel naartoe. Het is van oudsher natuurlijk wel een beetje de rivaliteit en dat moet er een beetje uit en dan kun je elkaar gaan helpen. En dan word je alleen maar sterker van. En dat zal in de toekomst denk ik wel het geval gaan zijn.